behoorlijk zware avond. Hoezo? Ik zit er emotioneel helemaal doorheen. Ik ben al een kleine 6 weken aan het afvallen. En dan zit ik zo hier door de coulissen heen te kijken. Ik zie de enige lekkere gerecht naar de andere binnenkomen. Het spijt staat op mijn voorhoofd. Krijg ik ook nog even tijdens het eerste nummer even een lekker potje appelmoestergras. Maar ik mag het allemaal nog niet hebben, want ik ben al 9,5 kilo kwijt.
Thank you.
even wilde wachten. Maar ik ben blij dat we even mogen wachten. Het is onze allereerste keer. Ja, dat wil ik toch niet missen. Het is een soort, hoe je dat zeggen, muzikale ontmaking. Eerste keer. Het is heel erg eerste keer. En ik moet zeggen, ik voel het wel erg spannend. Ja, dat laten we wel zijn. Het is de eerste keer live met de guest hier op het podium. En we hebben zoveel gerepeteerd. Zoveel gerepeteerd. Ook nog even dat er iemand hier vanavond is die speciaal hier heen is gekomen voor ons tweetjes. Nou, als ik straks klaar ben met het concert, kom ik naar u toe en dan ga ik helemaal plat met voor. Dat ga ik je beloven. Ja, ik zeg even bedankt. Veel plezier op de hand. Ik ben hier wel basis, dames en heren. Dit is toch niet goed voor mijn lijn? Ja, lekker hè? Lekker chocola. Kan ik jou iets vertellen? Als ik straks in die auto zit en ik weet dat dat achter op mijn achterbank ligt, ja, dat denk ik wel even om de mel zetten. Als je hier naar de kijk ligt, zeg pak even jouw hoedje. Doe een hoedje zeggen. En zet een hoedje op, denk ik toch wel dat het idee dat gewoon de koning van het feest bent. Het zou geweldig zijn dat jullie dadelijk allemaal op mij verwijzen. Op het moment dat je de koning van het feest wordt, dat ik alleen nog wijzende vingers hier zien hier in de zaal. Richting het podium, daar komt het. Nou, je mag nog eens beginnen met wijzen, hoor. Ook aan het einde van de Even alle mobieltjes. Pak ze even uit.
uit op dan zijn eigen jassen, eigen broekzakken. Waar je ze ook hebt verstopt. Je hoeft het helemaal niet te vertellen waar het ding is gebleven, maar pak hem even, ruimte en pakken. Even alle lampjes even aangooien, we gaan één grote sterrenhemel creëren hier in het voorzitter. We gaan het dichterbij leven dimmen, alle lampjes gaan aan, ook aan de tafel aan de zijkanten. En dan gaan we even terug in de tijd, als sterren aan de hemel staan. Alle lampjes moeten leven, alle lampjes. Ik ben er zelf. Kost voor Corrie.
wat een lekker ding. Daar staat. Ah, ik bedenk hiervan. Ik was verblind. Ik denk bij mezelf. Als ik ooit in mijn leven mag scheiden. Dan zal het voor deze vrouw zijn. Stel, kom maar eens bij, Clemens op het podium. Wat ben jij een lekker ding? Ik word er zenuwachtig van. Dit brengt het gevoel echt zeg maar tot 150%. Wij gaan echt een soort polka erin gooien. Die hebben leuk om best wel. De komende minuten mensen, lekker gewoon meeklatsen. We staan op een bierfeest in Duitsland. En deze dame, die staat er ook bij. Lekker hoor. Ga je even dansen? Ik wil dat je helemaal losgaat hier op het podium. Ik neem even afstand, de passen afstand. Laat jij maar eens even zien. Ben jij hier vanavond kent? Daar komt ie. Hey, bra!
Kom, geef een knuffeltje. Geef een knuffeltje. Ben je voorzichtig? Kijk er goed bij, Benny van. Daar is het trap. Mensen, geef mij een knuffeltje. Kijk naar de knuffeltje. En precies op maat dat pakje. Handgemaakt. Door een van de beste couturiers van Nederland. Een handtekening. Ja, maar... Jij kijkt hem ook. Oh, ja. Maar kijk je wel, hè? Ja, maar de bel staat wel. Ondertussen, dames en heren. Hoop ik dat u zich een beetje geestelijk kunt voorbereiden als volgende nummer was. Dat is een van de allermooiste die ik heb gemaakt. Vind ik altijd zelf. De tweede grote hit, misschien dat je me nog kan herinneren. Een dag aan duizend dromen. Even helemaal terug. Kijk, ik moet zeggen, als ik het zin heb, ik altijd nog steeds geweldig liefde. Een dag aan duizend dromen. Mag ik hem op mijn hand? Als ik verborgen niets nog meer. Er is niets nog meer. Al weet ik dat jij goed bent voor me. Dan zou ik zonder jou moeten beginnen. Jij die een leven naar mijn hart. Voor jou moet ik geen woorden moeten verzinnen. Omdat jij niet Ik heb een seksuele last van de lucht en de oude handeltoestand. Maar gewoon even zo even wakker.
En op het moment die gaat even op zijn accordeon, gaat hij even flink naar huis houden. En hij denkt dan even doorwachten in de seconde. We zijn hier even op dat zijn, er moet even een frisse individuele wang in. Even wachten, iedereen. Ik zal nooit overdrijven, ik ben een dikkel. Maar begin van het jaar vroeg Mariska aan mij van Frans, wil je even in de buikkeuken even dat doosje even oppakken? En ik pakte dat doosje op en het schoot mij in mijn rug. En dan ging ik elke avond wandelen, dat deed je ook. U ziet me uit te lachen. Heeft u ooit gehoord van een ISIAS, acute ISIAS aanwoord. Nou mensen, ik kan je één ding vertellen, ik heb afgezien, ik moest naar de dokter, ik werd er naartoe gedragen. Ik kreeg 5 spuiten, nou normaal, ik mag ook overdrijven hoor, ik heb echt serieus. Het was bijna te vergelijken met een bevalling, zo dat ik het als je niet van de bank af kan komen. Je kan niet eens naar de Chinees lopen. Ja. Dan moet je de kop maar hebben van je vrienden. En dan kom ik ook gelijk, zeg maar, dan weet je ook gelijk van waar het echt om gaat. Dat zijn er niet heel veel, er zijn er super 5-6 omheen. Die me zeggen altijd voor me klaarstaan. Die van mij met Chinees hebben gehaald. Die mij hebben ondersteund. Die me bewaren zoals dat van dus de komende minuten wil ik eigenlijk niet vanavond op grote fietskosten. Die vanavond ook wel voor. Ik weet daar heb je vrienden voor, ik weet zeker dat jullie kunnen bijzingen, maar dan wel zo hard dat ze ons in Schedering nog kunnen horen. Gaat dat lukken denk ik vanavond? Moet wel lukken. Ja.
plekje. En nu gaan jullie zeggen, maar alle handen naar de hemel. Alle handen naar de hemel. Not the problem, not the problem.
Oh,
en ik vanavond hier in alle drukte een beetje over het hoofd te zien. Maar ik vind, een avond waar Frans is, moet natuurlijk wel even zeg maar polonaise plaatsvinden. Geen zielkrijntje van twee personen waar ik vertraumatiseerd van Mariska straks. Een echte polonaise waar we trots op kunnen zijn hier in Eindhoven-Kanzee. Even kijken, van de klap, zo opgooien, deze man hier, hij gaat voorlopen in de polonaise. En even aansluiten, één grote tenderende trein hier door de tent heen. Even ouderwets te werken. Hij heeft er zin in vanavond. Even die polonaise aansluiten, jongens. Gaat de avond natuurlijk verder, diner dan zwaar. Gaat natuurlijk door. En er komt vanuit de beugel straks het een en ander weer volgens mij op de tafels. We willen allemaal zo ongelooflijk blij van het verantwoorden dat het woord. Ik heb er straks even naar gekeken. Ik heb er even een lipje van genomen en ik moet zeggen dat het afgelopen. Wat jullie straks hier aan meemaken is een culinaire hoogstandje. De slagroom, het ijs, het fruit, het is echt niet normaal. Maar je alleen al een beetje spannend te sleutelen. Maar even voor al die mensen achter de schermen, de mensen in de keuken, de mensen van de bediening en van de organisatie, geef ze even een geweldige ovatie. Niet te denken dat je leeftijd maakt, fantastische orkest achter mij.
twee woorden. Helaas, ik ben mijn optreden vanavond ook weer einde gekomen. En we wensen jullie vanavond heel veel plezier. En natuurlijk, zoals ik alleen maar kan zeggen, en luister goed. Straks, als jullie gaan eten, dan zeg ik tegen jullie, bon appétit! Dat is hier, dat ik grote kracht door je mokkel. Want ik heb gezegd, ik heb geen idee. In ieder geval, wij gaan hier nog één keer de tent in brengen. We zijn er één voor hier. Zijn jullie klaar voor? Zijn jullie er klaar voor?